Binnen de opleiding Business Design Thinking leer je in eerste instantie een innovatieproces. Een innovatieproces dat je helpt vanuit een bepaalde ambitie een onderzoek op te zetten, een challenge te formuleren en dan een nieuw concept te ontwikkelen dat ook voor jouw bedrijf uiteindelijk implementeerbaar wordt. Dat is het eerste wat je leert. Maar wat ook belangrijk is, is dat je dat leert kaderen binnen je eigen bedrijf, zowel naar businessmodel toe als naar strategische context. Dus het is niet alleen maar het procesje, maar het is eigenlijk dat proces embedden binnen je totale organisatie. We hangen de volledige design thinking opleiding op aan de kapstok van de Double Diamond. De Double Diamond is eigenlijk een voorstelling van het innovatieproces, waarin dat we twee diamanten hebben, de Double Diamond, dat zegt het zelf. En dat is eigenlijk twee opeenvolgende fases van divergeren en convergeren. De eerste diamant, daarmee is de divergerende fase dat je onderzoek doet om nieuwe kennis op te doen. En de convergerende fase dat je die nieuwe kennis analyseert tot een aantal conclusies. Dus op het moment dat die eerste diamond is afgesloten, kom je in de designbriefomgeving. Dan ga je jezelf een opdracht geven. En de tweede diamant is dan weer een divergerende en een convergerende fase. En eigenlijk gaat dan het klassieke productontwikkelingsproces, vangt dan aan. Er zijn de ideegeneratie, zoveel mogelijk ideeën in een divergerende fase. En dan door prototypen, testen, itereren, komen tot een zo leefbaar mogelijk en zo implementeerbaar mogelijk concept. Als je kijkt naar de gemiddelde deelnemer van een opleiding Business Design Thinking, dan zou je misschien verwachten dat dat vooral bedrijven zijn waar dat design al redelijk ingeburgerd is en waar dat design binnen innovatie al redelijk ingeburgerd is, maar eigenlijk het tegendeel is waar. Het zijn vooral de organisaties die aan de ene kant ofwel de noodzaak beginnen te beseffen van dat ze met design binnen innovatie iets moeten gaan doen, oftewel de consultancies die ook beseffen dat dit een heel belangrijk onderdeel aan het worden is van hun aanbod. Als je kijkt naar de belangrijkste beweegredenen waarom mensen eigenlijk deelnemen aan een opleiding Design Thinking, dan zijn er sowieso belangrijke uitdagingen binnen hun werkveld. De omgeving waarin dat geïnnoveerd wordt, wordt steeds complexer en steeds sneller. De teams die samen aan innovatie moeten gaan doen, zijn over het algemeen teams samengesteld uit mensen die dat vroeger niet in hun takenpakket hadden en nu wel. En dat betekent dat ze werkvormen, technieken, manieren nodig hebben om aan innovatie te kunnen gaan doen. Maar je ziet ook heel vaak dat bedrijven eerst een keer komen proeven van wat is het nu eigenlijk en dan daarna besluiten gaan we hiervoor of gaan we er niet voor. En dat manifesteert zich dan op twee manieren. Oftewel zien we dat in een latere masterclass nog een aantal deelnemers uit hetzelfde bedrijf komen om het op een grotere schaal te kunnen uitrollen binnen de organisatie. Of ook steeds vaker dat bedrijven ons vragen om in-house op grotere schaal een man of 15, 20 op te leiden om eigenlijk echt een innovatieteam klaar te stomen om met deze kennis aan de slag te gaan. Te vaak nog wordt design thinking verengd tot alleen het proces, maar het proces is eigenlijk ook maar een middel. Het is logisch dat je moet leren om een innovatieproces te doorlopen. Het is logisch dat je binnen innovatie technieken, tools, methodieken nodig hebt om van stap A naar stap B te komen. Maar wat dan minstens even belangrijk is, is dat als je deze technieken en deze processen herhaaldelijk toepast binnen je organisatie, dat ook je organisatie en jezelf verandert. Als je eenzelfde denkwijze herhaaldelijk toepast, wordt dat eigenlijk bijna een automatische reflex. En dat is een van de grotere meerwaarden van design thinkingsprocessen, dat ze je helpen om continu en altijd op een innovatieve manier te leren denken. Je zal nooit meer op dezelfde manier naar de werkelijkheid kijken.